Hoi, vandaag even een maart-update van wat ik zowel in mijn tuin of voor mijn tuin aan het doen ben. Hier zie je me bezig met mijn viooltjes. Ik heb deze viooltjes in de zomer en in de herfst gezaaid. En op dit moment ben ik de topjes eraf aan het knijpen. Dat is beter, zodat er meer takken gaan komen en dan wordt het een vollere bos. En hoe meer takken, hoe meer bloemknoppen er straks kunnen komen. En dan krijg ik dus meer bloei dan wanneer ik hem nu steeds omhoog laat groeien. Terwijl ik juist wil dat hij zich mooi in de breedte gaat uitbreiden. Ik ga binnenkort even deze viooltjes uitgraven. Want je kan zien dat de grond wel best wel oud is. En dan kan ik het even verse tuingrond geven met wat compost. Ik was even benieuwd naar de temperatuur van de grond van de plantjes die ik al buiten heb staan. Dus ik heb eventjes een keukenthermometer geleend van mijn man. Om gewoon even de grond van de potjes te meten. Om te kijken wat de temperatuur zo is in de zon. Op dit moment heb ik vooral mijn viooltjes en mijn ridderspoor dag en nacht buiten staan. Nou ja, je kan hier aan de temperaturen dan ook zien dat dat prima is. En ook ridderspoor, volgens mij tot en met 7 graden zouden ze al best, of tenminste vanaf 7 graden zouden die al best prima buiten kunnen staan. Nou, zo in de zon is de temperatuur van de grond eigenlijk veel hoger dan ik had gedacht. Dus deze staan dan buiten. Alleen als het gaat vriezen, dan 's nachts, dan gaan ze naar binnen. Ik heb mijn zonnebloem ook al een paar dagen geleden alvast geplant in de bak. Meer omdat ik ze te vroeg had gestart. Ze gaan eigenlijk nog steeds goed. Ze doen het nog steeds goed. Ik had eigenlijk verwacht dat ze de nachtvorst niet aan zouden kunnen. En dat het nu eigenlijk te koud was. Maar je ziet het hier. Als ik het in het midden meet, is het wel koeler dan wanneer ik het aan de zijkant meet. Net zag je dus 10 graden in het midden. En je ziet hier aan de buitenranden, daar is het dus 15 graden. Daar kan de warmte dus wanneer de zon schijnt beter bij. Dus daar is het dan wat warmer. Mijn cyclaam, die kan ook zo nu en dan. Vanaf 16 graden zou de cyclaam dus al buiten kunnen blijven staan. Nou, je ziet dat dit dus eigenlijk wel goed gaat. Weliswaar in de zon, dus dat betekent op het moment dat de zon weggaat, ja, dan dalen de temperaturen dus ook. En dan gaan ze weer naar binnen. Dan gaan ze op zolder, totdat ze de volgende dag weer in het zonnetje naar buiten kunnen. Ik heb hier nog wat stekjes staan, wat lavendelstekjes. En die staan dus op tafel, niet in de zon. En dan zie je dus ook gelijk het verschil. Dit is dus een stuk koeler. Laatst was ik ook eventjes weer gaan kijken bij mijn Dianthus Pink Kisses. Ja, ze zien er op dit moment niet uit, maar ik hoop dat ze weer van de zomer het weer heel erg mooi zullen gaan doen. Terwijl ik dit hier aan het bekijken ben, komen er nog 2 koude nachten van 0 graden en min 2 graden hier waar ik woon. Dus ik wil nog niet alles gaan snoeien. Ik ga proberen even 1 zo'n polletje te snoeien en dan de komende dagen goed in de gaten houden. En als dat goed gaat, dan zal ik de boel snoeien. Het ziet er een beetje verhout uit, want ik heb het een beetje verwaarloosd de afgelopen jaren. Wel de zomersnoei gedaan, hè, dus na het bloeien weggeknipt. Maar eigenlijk niet in de herfst of in de lente tot heel laag gesnoeid, waardoor er dus een beetje hier, het wordt een beetje verhout dan, terwijl ik hem eigenlijk jong had moeten houden, door het steeds helemaal in de herfst of begin lente helemaal kort te knippen om de boel een beetje jong te houden. Dus ik ga kijken wat ik hier nog van kan redden. Kijken als ik dit nu heel kort snoei, of ik het dan weer kan verjongen en ik weer van de zomer allemaal nieuwe groei ga hebben en weer mooi bloei. Zo stond het er dus bij afgelopen zomer. En je ziet het, ik vind het gewoon echt hele mooie bloemetjes. Groen en dan de roze bloemetjes steken er mooi tegen af. Ze staan dus helemaal vol in bloei. En daarna zullen ze dus 1 voor 1 uitgebloeid zijn. En wanneer ze dus uitgebloeid zijn, dan pak ik meestal mijn schaar. En dan knip ik de uitgebloeide bloemetjes weg. Dus dat is dan een beetje eigenlijk de zomersnoei. De uitgebloeide bloemetjes dus wegknippen. En meestal gaan dan ook de andere knoppen die nu nog dicht zijn, die krijgen dan de energie. Die dus niet meer naar de uitgebloeide bloemen gaan. En die gaan dan weer open, waardoor dus echt best wel lang bloei blijft. Ondertussen ben ik nog steeds heel druk bezig met zaaien. Ik wil dit jaar gewoon echt een leuke kruidenbak hebben. Die bestaat uit meerdere delen. En ik was dus al begonnen met peper. Ik was al begonnen met oregano. En in mijn kruidenbak staat natuurlijk al nog het een en ander van de afgelopen jaren. En het afgelopen jaar. Hier zaai ik dus koriander. Dus dit is gewoon de zaden van verleden jaar. Dus verleden jaar nadat het uitgebloeid was. Toen heb ik deze bolletjes verzameld. Ik heb ze te drogen gelegd in het bakje zoals je hier ziet. Nou ja, en nu is het dan weer klaar om ze weer tevoorschijn te halen en dan hier weer te gaan zaaien. Ik heb nog zaad over die ik 2 jaar terug heb gekocht van basilicum. Nou, ik hoop dat er nog genoeg kiemkracht in zit. Dat ga ik dus gewoon gebruiken. Ik strooi het over de grond en ik druk het een beetje aan.
En daarna ga ik voorbij de bakjes een plekje zoeken in mijn vensterbank, waar er dan 's middags zonlicht komt. Je hebt gezegd, hebben ze niet echt zonlicht nu nodig om te kiemen? Wel wat licht, maar niet direct zonlicht. Maar hier is het wel warm genoeg en ik hoop dus dat ik deze twee kan toevoegen aan mijn kruidenbak. Dan is het tijd voor mijn lavendelstekjes. Ik heb deze stekjes genomen augustus, september. Ik heb ze dus hier in het potje gestoken aan de zijkant. En dan, 23 oktober heb ik ze verpot. Dus zoals je hier ziet heb ik ze één voor één uit het bakje gehaald en gekeken welke genoeg wortels hebben waarmee ik door kon gaan. En die heb ik dan dus in het midden van nieuwe bakjes gepot. En nu is het dus tijd om te gaan kijken voor het overpotten. De grond ziet er niet echt meer voedzaam uit voor deze stekjes. En ik wil dus wel dat ze nu flink gaan groeien. Dus dat betekent dat ik ze binnenkort moet gaan toppen. Dat ik ook even moet gaan beginnen met ze extra voeding te geven. Maar ik ga even als test twee van deze stekjes overpotten in tuingrond. In potgrond. En dan ga ik kijken of ze dat halen, hè, met de koude dagen die er nu aankomen met 0 tot min 2. En zodra die koude nachten voorbij zijn, dan ga ik alle lavendelstekjes overpotten in kleine potjes met potgrond. Ik ga ze allemaal toppen, dus dat betekent de topjes eraf knippen. En dan ga ik ze allemaal extra voeding geven en hopelijk krijg ik al heel gauw een klein struikje van deze stekjes. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik zowel in de tuin doe en voor mijn tuin doe. Volgende keer komt er weer een update, update 3. Bedankt voor het kijken en tot de volgende update. Doepa doe!